Marco Horsten en Martien Bakker van Koks voor Koks en de Keukenmanager. Twee bedrijven en twee koks in één klap. Kunnen jullie uitleggen wat het precies is? Koks voor Koks, wat is dat? Koks voor Koks is een bedrijf wat gespecialiseerd is om mise en place te maken voor bedrijven. En met name soepen, sauzen, groentes, constante kwaliteit, altijd goed. Dus we helpen heel erg graag die chef-kok die heel erg druk is in zijn keuken. Dat is een mooi streven, maar wat doet die keukenmanager dan precies, Marco? Die keukenmanager die helpt de ondernemer in het verbeteren van zijn rendement. Zodat 70% van die omzet uit die keuken, om daar meer geld en rendement aan over te houden. Dat is wat de keukenmanager doet. Praktisch advies voor het verbeteren van rendement. Nou, zeggen jullie koks voor koks. Betekent dat dat de kok zelf helemaal niks meer hoeft te doen? Nou, juist. Vragen wij om meer creativiteit. Om met onze producten eens lekker aan de slag te gaan. En je bezig te houden met die gasten. Die 's avonds dat mooie bordje voor hun willen hebben. En de hele dag met soepen, sauzen en mise en place bezig zijn. Laat dat alsjeblieft aan ons over. En hoe zit het dan met de creativiteit van de kok? Creativiteit, die hebben ze nog voldoende. Alleen kan je nu die op dat bord laten zien. Dus door kleine leuke frituurtjes of je gerecht mooi op te bouwen. Zodat een gast dat ziet. En zodat je meer aandacht kan besteden aan die gast. Want daar komt onze omzet vandaan. En ja, wat bespaar ik nou als ik koks voor koks inhuur? Dus als ik mijn soep door jullie laat maken? Nou, het grote voordeel van koks voor koks is dat je dus enorm veel aan arbeidstijd kan besparen in je keuken. Dus ga al die producten die erg veel tijd kosten, zoals een jus de veau of een mooie bouillon maken, of al die groentes af gaan blancheren, die uren die moet je eigenlijk terug gaan halen, zodat je een hogere omzet kan halen. Maar ook meer rendement haalt doordat je minder loonkosten hebt. En die loonkosten die wegen zo zwaar in die keuken dat wij heel erg graag willen dat die loonkosten omlaag gaan. En dan mag je misschien iets meer kwijt zijn aan je producten, maar die win je dubbel in dwars terug in je loonkosten. Want hoeveel procent kun je nou eigenlijk verdienen als je in je keuken echt aan de slag gaat met je cijfers en dergelijke wat jullie doen? Nou, een marge van 70-72%, nou, dat moeten we toch zeker wel kunnen halen met z'n allen. En dan hoeven we ook niet hele hoge prijzen te gaan vragen. Laat het ons nu maar eens uitrekenen wat of het je kan schelen, wat voor marge of je kan halen en wat het gaat doen met je loonkosten. En zo gaan we een rendement met z'n allen verdienen en dat is wat we moeten doen. En het gaat nog vaak te vaak fout in die keukens. En een keuken is een echt bedrijf in een bedrijf. En je moet daardoor kunnen managen en je moet dingen zichtbaar kunnen maken. En zichtbaar kunnen maken zodat een ondernemer ook mee kan gaan in geld verdienen.